Nou jongens, we zijn er weer gezellig. We gaan een showtje maken vanuit Hilversum. Hilly, Hilversum. En die, moet je die heup. En mijn auto begon al een beetje hakkerig te rijden. Ik dacht van, hé, wat is dit? Ik dacht van, en die dop gaat niet open, en die auto. Ja. Hallo jongens, welkom. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wat een gezelligheid. Bij de tante zijn er. Zitten alle twee op de Roblox. En spelen jullie met elkaar? Nee. Hi. Ik ben af. Wat ben je aan het doen? Aan het kijken en aan het ademen. Echt waar, dit kind. Aan het kijken en aan het ademen. Nou, ik ben even aan het koken. Ik heb een paar Hello Fresh boxen besteld. En ik moet jullie wel eerlijk zeggen, ik ben echt tevreden. En ook hoe je zeg maar de gerecht moet voorbereiden, er staan gewoon duidelijke foto's bij en zo. Dus echt tevreden. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Wat was het nou ook weer? HELLOFONNOKE90. Dus voor oude en nieuwe Hello Freshers. En dan krijg je tot wel €90 korting op die eerste 4 boxen. Dus als je nog een Hello Fresh hebt of je hebt het wel, gebruik de kortingscode HELLOFONNOKE90. Oké? Doe dat eens even. En Daf die gaat padellen gezellig vandaag. Dus ik heb eigenlijk een rustdag. Oh my god. En rustdag dat houdt in dat ik kan schoonmaken thuis en zo. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en ik ga weer werken. Ik ga eerst naar Hilversum en dan ga ik even wat inspreken voor mijn docu. Die komt trouwens binnenkort online en ik kan echt niet wachten om met jullie te delen. En daarna moet ik toevallig ook in Hilversum werken voor Phonics. Dus dat komt super mooi uit. Ik heb dit topje gehad bij de Zara deze week. En hij zit echt heel leuk. Hij zit echt goed. En ik heb ook in het grijs, maar dan in het topje. En ja, it's giving. It's basic, but it's giving. Ja jongens, we gaan nu inspreken. En vandaag mag ik eindelijk een paar beelden zien van de docu. Elke keer als ik het vroeg zei, zo ja nee, ik ga het nog niet naar je sturen. Ik mocht het alleen zien. Maar nu mag ik eindelijk weer een paar beelden zien. Ik ben echt benieuwd. En ik mag het jullie ook laten zien, een paar stukjes. Dit is behind the scenes of BNN. Zo ziet het er van binnenuit. Het is echt een... Oh. Het is echt een dolf hier. Als ik hier een afspraak heb, moet ik ook echt altijd worden opgehaald. Want ik kan het nooit vinden hier. Wacht even. Peanut, kom. Ik ga er gewoon shaken dat die door weg gaat. Kom. Oh, dat werkt niet. Nou, ga maar. Nee, ik wil echt verdwijnen in mijn schaduw, zeg maar. En ja, in de pauze wil ook niemand bij me zitten. Nou jongens, we zijn er weer gezellig. We gaan een showtje maken vanuit Hilversum. Hilly, Hilversum. De illuminatie van Nederland. We komen steeds dichterbij. Met gooi. Ik ben net even naar de automaat gegaan. Heb ik even een paar Oreo's gehaald en Bueno. Oh, Bueno. Jij zei dat je een snicker wou, dus... nee, echt niet. Oh, hoe agressief. Ik ben niet aan de Bueno, hoor. Nou, in ieder geval, we zijn gezellig een show aan het maken. Gezellig, ja. Ik vind het wel echt jammer dat ik maar 2 keer per week werk. Hey Sil. Ik kom binnen in de drukte hier. Ja, echt. Alles goed? Ja, zeker. Was jou? Ja, lekker hoor. Ik vind het wel leuk voor deze stijden. Ja, vind ik ook wel. Maar uitzien ook wel. Beter dan Amsterdam, ja. Ja. Ruikt ook beter. Ja, dat is wel waar ook, ja. Geen muis met de... Nee, inderdaad. Alleen ratten. Ja, jij bent de grootste rat hier. Oké, dit komt heel onprofessioneel over, maar hebben jullie het draai ook al gezien? Ik namelijk nog niet. Nou jongens, het is echt een beetje onwennig, want onze nieuwslezer die is dus ook in de studio. Hey! Ja, en meestal bellen we met hem via de lijn, dus het is heel raar dat hij nu hier is. Maar wel heel gezellig. Ja, dat wel. Oh, dat miste ik even. Ja, ja, nu wordt het wel een beetje te vol hier hoor. Nu wordt het te vol hier. Nou, als we appjes kunnen laten horen tijdens de gezelhoek, dan kan het. Nee, want we hebben geen kaart. We hebben geen kaart. Er is geen kaart. Dus vanaf nu geven we de hoek. Niet zo. maar zo. Wat ik altijd doe is manual. En dan hebben we ook de gezelhoek. Dan... Toch, Von? Ja. En die... Moet je die heup moet je die heup moet je erin gooien. Summer too hot. Oké. Stoppen we bij. Ja. Bam! Hier is het. De tijd die je hebt ingesteld is gedaan. Bam! Bam, bam, bam! Kijk, luister, je gaat me echt bijna slaan in mijn gezicht, hè. Letterlijk elke jongen die op boksen zit doet dit. Het is zo irritant. Oké, klaar, jongen. En dan die zit op. Dat kan echt warm. Kijk, kijk, kijk. Kan je dat nog één keertje zeggen voor mijn vlog? Nog één keertje. Ja, wat ben je schandalig zeg. Oké, nog één keertje. Die... Nou, hoe dit het van vandaag is, iemand heeft verkeerde benzine in zijn of haar auto gedaan en moest door de ANWB uitgepompt worden. Wie was dit? Ja, was dit Noorden of was ik het? We vroegen het aan jou. En er zijn verschillende reacties binnengekomen in de Funnex. Zullen we beginnen met een voice note of niet? Ja, is goed. Oh, zegt Noorden heeft verkeerd getankt. En Jeffrey zegt, dit kan alleen maar een vrouw overkomen. Delicio zegt, vond ik een lul, die kan niet in zover rijden met verkeerde brandstof. Ja, er waren ook collega's die dat ook van jou dachten. Hè? Die zeiden van, nee, het moet Noorden zijn, want dat klopt helemaal niet met die brandstof. Ja. En Denise zegt, hebben we daar nog een voice note van Denise? Ja. Aha, lief. Ja. En, ja, dan laten we nog maar één vraag over. Hoe did it? En dat is natuurlijk... Ja, ik schaam me gewoon. Ik ga jullie uitleggen hoe dit was gegaan. Het is echt zo schandalig. Oké, luister. Ik ging dus naar de tankstation. Maar ik had die nacht niet geslapen door Eden. Dus ik ging naar het tankstation. Ik geef je zoon de schuld natuurlijk. Nee, maar ik was niet 100 die dag. Je bent dus dus ik ga naar het tankstation. Ik doe ongelood in mijn auto. Maar er zat een diesel dinges op mijn tank dinges. Dus hij gaat er niet in. Er zit al zo'n lok op. Dus ik dacht, hé, mijn auto is kapot. Ik had nog op Snapchat gezet, jongens, die klep gaat niet open. Ben ik naar de garage gereden. Deed zo'n man zo'n ding erin, van die tankdop zeg maar. Ze hebben zo'n zo'n plastic dingetje die je dan open... Hij zegt, dat ding gaat gewoon open. Die man keek me ook echt aan van, ben je 100? Dus ik zei, mag ik dat dingetje hebben? Maar dat heeft hij gewoon nodig voor de werkplaats. Maar hij durfde volgens mij geen nee te zeggen, dus had ik het meegenomen. Ik snap het al niet meer. Welk plastic ding? Hij had zeg maar zo'n plastic ding om die tankdop open te maken. Oh. Ja, dus ben ik met dat plastic ding weer naar de tankstation gegaan. Weer naar de verkeerde tank. Ja. Weer naar de verkeerde tank gegaan en toen heb ik dus die dop opengemaakt. Je hebt gewoon twee kanten. Ja. En toen ging ik rijden. Ik ging mijn wimpers doen. En mijn auto begon al een beetje hakkerig te rijden. Ik dacht van, hé, wat is dit? Ik dacht van, en die dop gaat niet open en die auto... Ja. En toen ging ik terugrijden en die auto startte niet. Ik dacht, wat is dit nou voor gezeik? Dus ik belde mijn moeder, kan je me ophalen? Mijn auto is weer eens kapot. En toen ging de bus aan. Toen dacht ik van, nou mooi, ga ik naar huis. En ik was aan het rijden. Ik dacht, heb ik nou verkeerde vloeistof erin gedaan? Dus toen ben ik teruggegaan naar die tankstation om te kijken op welke tank ik had gepast. Ja, toen had ik ANWB gebeld. Davini ook helemaal boos geworden, mijn verloofde. Ja, het was een turbulente dag. Ja. Oh, ja, ik zou echt ziek zijn als ik zo'n dure auto als jij had gehad. Ja, ik speel echt met mijn leven. Het is de winnaar van vandaag is... Maar ze gaan ook akkoord met 10%. De spreidingswet die gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te nemen... wordt toch nog voor de verkiezingen bekeken door de Tweede Kamer. Het kabinet is... Goedemorgen, jongens. Oh, wat een nacht. Wat een nacht. Iedereen wou niet slapen, dus had ik hem op bed gezet. Omdat hij met me wel knuffelen, zo schattig. Alleen ik heb heel de nacht op de rand van het bed geslapen. Dus ik heb echt rugpijn. Kijk, hij heeft gewoon heel het bed overgenomen. En straks komt gezellig Joan langs op babyvisite. En dan kan ze gelijk even oefenen. Want die gaat ook binnenkort bevallen. Ik ga nu even mijn huis snel opruimen. En dan, ja. Dat moet ik echt gaan doen. Ik moest vandaag ook gymmen, maar ik heb niet geslapen. Buikpijn ook. Ik heb het gevoel dat ik nu ongesteld geworden, man. Echt geen zin in. Ik ben bijna een jaar lang niet ongesteld geweest. Oh, hey, 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 hey. Oh my god, jongens, nieuwe salontafel is binnen. Ik moet even aan het uitpakken. Het staat veel beter bij deze bank. En ja, deze waren echt heel gammel. En ja, die gaan dus nu weg. Nou jongens, Tante Joan is langsgekomen. Hey. En ze moet zelf ook bijna. Oh my god. Ik zei net tegen Von, hoe moet dit? Hoe moet ik hem vasthouden? Well, hij lijkt wel echt kapot groot op beeld. Hij is ook best wel groot. En ik heb een cadeautje gekregen, super lief. Dus gaan we nu even openmaken. Wat een kleinigheidje hoor. Sokkies, kleintje. Altijd handig. Oh, deze zijn echt leuk man. Deze is cute hè? Ja, schattig. Dat was handig hè. Ik weet niet of die schattig. Past. Welke maat is dit? 62, ja die past die nu wel. Ja, oh, dan kan je alleen vandaag gaan. Goedemorgen jongens, ik heb jullie niet eens laten zien hoe die eruit zag toen die was uitgepakt. Dit is een proefje, die is zacht. En dit is echt natuursteen marmer. En I really love it. Het past echt bij het interieur. En ja, het maakt mijn huiskamer... Het maakt mijn woonkamer toch wat huiselijker dan die drie kleine gouden tafeltjes. Nou jongens, daar ben ik weer met mijn man. Jullie hebben volgens mij lang niet gezien in de vlog, hè? Ik ben lang niet in de vlog geweest, hè? Ik, hè? Ja. 1 seconde. Nou, we gaan eventjes gezellig naar de stad. En iedereen zit achterin. In de Duna. Echt handig, want die kan je dus gewoon in- en uitklappen. Het is gewoon een wagentje en dan kan je hem inklappen en is het autostoeltje. En ik heb mijn abaya aan van Pramir, toch? Ja, Pramir. Van de vorige vlog die ik had laten zien. Deze kleur is echt prachtig. En ik heb mijn Jacquemus tasje en mijn New Balance. Blauw met witte New Balance. Die laat ik zo ook wel eventjes zien. En het is koopavond in Almere. Dus we dachten laten we even gezellig door de stad lopen. Ja. Toch? Zoals gezinnen dat doen, hè? Ja, precies. En binnenkort gaat de video naar Dubai. Zonder mij! Even een stressvrije vakantie, hè, schat? Zonder kind. Gaan we wel missen, hoor. Jou ook. Oh ja? Ik kom als tweede. Ja, mijn kind gaat wel op nummer 1, schat. Bij jou? Okay, man. Ik sta bij jou op nummer 1. Ja, iedereen wel. Maar jullie staan wel gedeelde eerste plaats. Ik wist het. Ik gedeelde eerste plaats. Zie je? Oké, ik sta op nummer 2. Nee, hij staat op de eerste deel en jij op de tweede deel. Ja? Nee, maar bij mij staan jullie op een gedeelde eerste plaats. Ja, maar jij staat op mijn tweede deel van mijn eerste, snap je? Dus de anderhalf, de laatste van anderhalf. Dat is toch ook een gedeelde eerste plek? Ja, ja, ja. Nou ja. Ja, gezellig. Ziet er goed uit hoor. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. En je jurk. Mooi jurk. Zijn abaya. Abaya. Ik denk echt als een gerecht. Nou, we zijn nu in Almere stad. Even loaded fries. Kijk, baby is wakker. Ga maar kijken. Oh, de baby. Yeah. Oh. Sorry, het was niet echt een hele lange vlog. Oi, oi, oi. En ik hoop dat jullie genieten van jullie mooie vrijdag. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!